Welkom weer bij de nieuwe opname van Participatie TV. Jan, mes op tafel. Nou, wat ik zelf zie als ik met werkgevers praat, is dat er heel veel wil is om mensen een plek te geven. Want we moeten wel eerlijk zijn, de mensen over wie we het hebben, die kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Ja, wat mij betreft mag iedereen die niet vanzelf kan een steuntje in de rug hebben om aan de slag te kunnen. Want werk is meer ook dan je salaris. Ja. We hebben gewoon Tamara van de Ark gehoord. Staatssecretaris van Sociale Zaken, die zegt van om mensen aan het werk te helpen, gaan we gewoon de minimumlonen verlagen. Ik denk dat het een goed idee is. Nou, wij denken dat niet. En een grote groep niet. A, is voor de beeldvorming niet goed. Het is voor de mensen niet goed. Mensen komen dadelijk, zijn dadelijk zelf eigenlijk verantwoordelijk dat ze minimaal op het bijstandsniveau komen te staan. Ook de werkgevers hebben daar grote twijfels bij, omdat je in twee richtingen mensen krijgt. Hè? Ik bedoel, jij wordt goed betaald en ik word niet goed betaald. Dat was ook voor het bedrijf niet een goede zaak. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Hè? Wat je ziet is dat als je een basisniveau hebt, je zegt het minimumloon, hè? Dat is gewoon eigenlijk wat mensen nodig hebben om te kunnen leven. En dit gaat over onder het minimumloon. En dat betekent dat in feite mensen gewoon bijna verplicht zijn tot een soort bijstandsniveau. En er wordt gekeken naar de capaciteit die de persoon heeft. En stel dat die maar 60%... Het is een maatschappelijke keuze om dat aan te vullen tot het minimumloon. En dat is ook een verplichting van de samenleving. Maar je kunt dus veel regels weghalen. Je kunt gewoon veel beter gaan sturen op inkomen. Nee, maar het betekent, dat zal ik zeggen, dat het voor de werkgevers eenvoudiger zou moeten worden. He, want dat is natuurlijk de gedachte van de VVD in deze en van dit kabinet. Maar het probleem is dat je de mensen zelf, dus waar het om gaat, die moeten dadelijk, zal ik zeggen, ervoor zorgen dat ze een aanvulling op hun inkomen krijgen via de gemeente. En we weten hoe dat in de praktijk werkt. We gaan nu ook een filmpje starten over dit onderwerp. Kijk ernaar en vul je oordeel. In 2015 kwam de participatiewet. En ik let altijd wel op woorden. En participatie is voor mij deelnemen, samen dingen doen, je aandeel nemen. En ik begreep dat in vergelijking met de verzorgingsstaat, waar mensen die een arbeidsbeperking hadden of sowieso een beperking, toch vrij snel op een andere plek het leven ging leiden dan in de normale maatschappij. Dat er nu de bedoeling was dat de mensen terugkomen en dat de mensen hun deel, hun plek in de maatschappij gaan innemen. Dus mijn eerste verbazing was al dat toen die wet bleek te gaan alleen om mensen die toch wel rondom het minimumloon zitten. En in mijn beleving is een hele groep mensen die wel, volgens mij past bij de benaming arbeidsbeperkt, een hele groep die door een handicap, een beperking, toch nodig heeft dat hij wat extra ondersteuning krijgt, is van de radar verdwenen. Sterker nog, ik heb ook wel gehoord van mensen die vroeger toch nog wel aangenomen werden, nu te horen kregen, er is nu een quotum en jij voldoet niet aan dat quotum, want je hebt geen vinkje. Dus ik ga jou niet aannemen, want anders krijg ik er wel heel veel voordat ik aan mijn tax ben. Want nu lijkt het te gaan om mensen die werk doen, wat je kunt tellen, wat je kunt meten. Dus hoeveel plantjes doe je in een potje, of hoe snel was je borden af, of hoe snel of hoe hard pak je dingen in. En dan kun je dat meten. En als het dan onder de maat is, dan kan de werkgever betalen waar die, nou, wat hij al krijgt. En dan gaat de werknemer voor dat andere stuk naar de gemeente, voor een uitkering. Er zitten een paar rare dingen aan. Ten eerste, als je serieus neemt dat dit gaat over mensen die toch wat energietekort komen en die waarschijnlijk zeker weten ook voor andere dingen al veel meer moeten regelen dan iemand anders. Waarom moeten die dan dit opeens regelen? Ik vind het een klap in het gezicht van de mensen die er gewoon voor gaan en waarvan gezegd wordt: we verwachten van jullie dat je hier de stem niet voor hebt om je hier tegen te verzetten. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Je laat mensen 30 uur werken, zal ik maar zeggen. Er is wat problematiek rondom het aantal uren dat ze echt productief zijn. Vroeger werd het gewoon bijgelegd eigenlijk. Hè. Denk aan de WSW en daar kregen ze fatsoenlijk loon voor arbeid. En nu is het zo dat men dat wil terugbrengen. En dat, zal ik zeggen, de werkgever alleen maar dat gedeelte hoeft te betalen waar ze productief op zijn. En de rest moet dan de werknemer moet gaan halen bij de gemeente.
Als je mensen met handicap wilt laten werken, moet je daar een fatsoenlijk loon tegenover zetten. En als er dan een compensatie nodig is voor die productie, dan moet je dat bij de werkgever leggen en niet bij de werknemer. Het is natuurlijk te zot voor dat je als werknemer dadelijk zelf achter je geld aan moet gaan, omdat je toch alles, alle energie die je hebt gebruikt voor die werkgever. Stel dat jij samenwoont, ja, en jouw vriendin die verdient iets meer als bijstandniveau. Dat betekent dat die aanvulling er gewoon niet komt, omdat de gemeente dat dan niet hoeft uit te betalen. Dat vind ik een slechte zaak. En daarbij, en dat is een heel andere discussie, en dat moet je niet vergeten, er zijn natuurlijk heel veel mensen met een handicap die wel boven het minimumloon kunnen verdienen. Of bijvoorbeeld zelf ondernemer zijn. Nou, als je bijvoorbeeld een voorbeeld nemen. Een burgemeester, Otwin van Dijk, heeft ook in de Tweede Kamer gezeten. Die kan zijn eigen geld verdienen daarmee. Maar als die gekort zou worden omdat hij zich bepaalde dingen niet zou kunnen doen, dan zou je het onrechtvaardig vinden. Kijk, je moet je wel realiseren A, dat er heel veel meer kosten zijn die vaak te maken hebben met handicap. Dat is sowieso. Daar zijn toch voorzieningen voor, of niet? Nee, dat klinkt allemaal heel erg leuk. Maar als jij bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent, zoals ik, en je wilt een voorziening aanvragen, dan heb je wel een probleempje, kan ik je melden. Hè? Als jij naar de BBZ gaat en je vrouw verdient iets meer, dan heb je ook een probleempje. Kijk, en ik denk dat wat dat betreft, doordat de participatiewet, ook onder het nieuwe kabinet, of onder het oude kabinet, zal ik zeggen, al een tweedeling heeft veroorzaakt tussen de mensen die onder de participatiewet vallen en de mensen die daar buiten vallen. Uh-huh. En dat betekent gewoon dat bijvoorbeeld als een werkgever mij aanneemt, ik ook niet onder de quotumwet valt, omdat ik meer als minimumloon kan verdienen. Dus ik ben voor die werkgever ook niet meer interessant. Dus als ik het goed zie, jij zegt, zijn al technische problemen met deze nieuwe wetgeving? Nou, het zijn alleen technische problemen. Het zijn beeldvormende problemen. Het is de verantwoordelijkheid bij de werknemer liggen, bijvoorbeeld. En daarbij is gewoon, ook in het kader van participatiewet, heb je al een tweedeling ontstaan tussen de mensen die wel meer als minimumloon kunnen verdienen en zij die niet kunnen verdienen. En dan, dus die tweedeling is er al op dit moment. Dat betekent dat de mensen die soms niet onder participatiewet vallen en niet onder quotumwet vallen, in feite een beetje vrij zijn. Wat jij eigenlijk zegt is dat mensen die zeg maar een beperking hebben en wel redelijk veel of heel veel verdienen, eigenlijk worden gestraft voor hun inspanningen. Omdat ze namelijk wel meer kosten maken, maar niet profijt kunnen hebben van de regeling die er eigenlijk anders zouden zijn als je geen problemen zou hebben om normaal te kunnen functioneren. Nee, dat klopt. Maar de hele participatiewet, dat zie je nu ook gebeuren. Kijk, om een voorbeeld te geven, binnen de Tweede Kamer zoeken ze nu een aantal mensen voor de participatiebanen. Het zijn dus mensen die ze niet te dik hoeven te betalen, dus die onder dat minimumloon staan. Maar als jij dus een beperking hebt en je kunt wel meer verdienen, dan kom je dus in het reguliere circuit. En dan wordt het veel lastiger om binnen te komen. Toch zie je een aantal werkgevers die zeggen van, ja luister eens, ik ga al die papieren rotzooi niet invullen. Ik ga gewoon die mensen in dienst nemen, dat is mijn maatschappelijke plicht. Ik geef ze een normaal salaris en geen gezeik verder. Nee, maar als jij in de artikelen kijkt die ook de werkgevers erover gezegd hebben, die zijn ook niet blij met deze wetgeving. Er zijn bedrijven die er heel goed mee omgaan, maar er zijn ook bedrijven waar mensen vanuit de participatiebanen binnen het bedrijf zitten. En dat de reguliere werknemer, die krijgt wel een telefoon van de zaken en degene die in die participatiebanen zitten niet. Ja. Als iemand maar 50% kan produceren, ja, dan moet daar een compensatie tegenover staan. Daar heb ik geen probleem mee. Dat is in feite wat er in het verleden ook altijd gebeurd is. Denk maar aan de oude WSW-regeling. Mm-hmm. Maar die mensen die in de WSW zaten, die kregen wel pensioen, die kregen wel voorzieningen, al dat soort zaken. Dat hebben we nou overgedragen bijna naar de participatiebanen. En nu gaat er een soort gat ontstaan, waardoor je als werknemer in feite veel minder rechten krijgt. En dat vinden we niet acceptabel. Kijk, en we hebben ook, zoals je weet, het VN-verdrag. En waarschijnlijk vandaag komt er ook een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens of deze wet wel past binnen het VN-verdrag. Want het VN-verdrag zegt ook dat je in wat qua wetgeving betreft in Nederland er niet op achteruit mag gaan. Dus het is een hele interessante uitspraak die vandaag gaat plaatsvinden. 5 uur, daarna komt waar.